Ik ben de parkeerplaats voor de vrachtwagen aan het afzetten. Vrachtwagen? Ja, oom Henk komt zijn voorraad toch brengen. Nou, kan hij maar beter hier doen, anders wordt het zo gesleept. Joep! Ik heb hem, hoor! Hé, hey, Corine, kom verder. Ze heeft haar bal gevonden. Het was even zoeken naar het juiste type, maar ik ben helemaal geslaagd. Jullie zullen een mooi plaatje maken. Daar was ik al bang voor. Nou, moet kunnen. Nou, kom op met je plan. Ja. Ik heb even een draaiboekje gemaakt. Jullie gaan hier in de buurt ergens een wandelingetje maken. Daarna koopt Bert, want zo heet hij, even spontaan bij het bloemenstalletje een roos voor je. Daar bedank je hem dan voor, hè? Maak even een huppeltje of zo. En probeer in hemelsnaam een beetje verliefd te kijken. Daarna dacht ik zo, tilt hij je over de drempel van het huis. Hé, hallo, we gaan niet trouwen. Ja, hé, hallo, je hebt ook geen vent. Daar gaat het nou juist om. Make believe, de mensen laten geloven wat ze willen geloven. Nou, ik weet het niet hoor, Corine. Nee, maar ik wel. De andere optie was je broer met koffer en al op straat gooien en een batterij fotografen uitnodigen. En dat wil jij weer niet. Dus, het is slikken of stikken. Mooi, ik wist wel dat we het eens zouden zijn. Daarna gaan jullie eens kijken. Oh ja, jullie gaan iets knus doen op het terras. Iets knus? Ja, inderdaad. Wat, dat laat ik aan je eigen fantasie. Over. Je bent een professional en je moet weten te improviseren. En als ik die Bert nou niet moet? Dan laat je hem zijn gang gaan. Je doet je ogen dicht en je denkt aan een ander. Menig echtgenote is je voorgegaan. Ja, Tess, dit is niet voor jouw lol. Dit dient een hoger doel. Ja, ik weet het. Jouw carrière. Hé, hey, daar is hij. Kom binnen. Hi. Tess. Bert. In het echt ben je nog veel mooier. Tess, even een schaar voor me. Laat mij maar even. Bert, dit is Huub. Huub, dit is Bert. Mijn aanstaande. Oké, operatie paparazzi, fase 2. Positie terras, dat is correct. Kom in, kom in. Hier grote Corine Alfa voor kleine Huberta. Kom in, over. Hallo, hier kleine Huberta voor grote Corine Alfa, over. Wat is je positie, over? Positie ingenomen op hoek van de straat, zoals afgesproken, over. Al vijandelijkheden gesignaleerd, over. Nee, voor deze positie niet. Ik stik nu. De straat, over, over. Neem positie tegenover schuttingen. Hier, kom in, grote Corine Alfa voor kleine Huberta. Vanuit nieuwe positie al vijandelijkheden gesignaleerd, over. Nee, je sukkel. Stomkop! Kom in, hier grote Corine Alfa voor nu al heel kleine Huberta. Vanuit nieuwe positie geen vijandelijkheden gesignaleerd. Ik herhaal geen. Hup, schraap jezelf van die straatstenen en kom terug naar de thuisbasis, over. Handen op, jongens. Weer geen fotograaf te zien. Nou, snap ik er niks meer van. Het was toch Tess er incognito tafeltje? Orders van Corine. Ze komt hier zo dadelijk met Tess en die ingehuurde mandineren tafeltje moest goed in zicht staan. Wel sneu voor Tess. Moet ze de hele avond op stap met een fan die ze niet kent en op bevel aan hem zitten? Ze moet wel veel voor de vak over hebben. Nou, geef mij zo'n baan. Hallo. Oh, Corine, wat zie je er mooi uit. Oh, Tess, je bent een plaatje. Oh, ik weet niet hoe je heet, maar je bent het echt helemaal. Bert, dit is Rico. Hallo. Hi. En dit is mijn lieve vriendin Goesje. Ah, een koes voor die Goes. En een pak erts voor de Bert. Zeg, kunnen we gaan eten? Ik val om van de honger. Uw Witteveen? Ja. Oh, sorry. Wacht. Ja, het is wel een frisse kleur. Misschien is het wel zo veilig voor op weg. Dat... Ah, heeft een pakje voor me. Ja. En wanneer komt de vrachtwagen? Ik weet helemaal niks van een vrachtwagen. Vrachtwagen met de rest van de spullen van Loon. Ik weet helemaal niks. Oh, bestelwagen.
Sorry. Stationcar, Mini Cooper, smart karretje. Dit is het enige wat ik van Falun heb meegekregen. Dit is alles, dit is de hele zaak. Ja. En of ik erbij wilde zeggen, veel succes. Zet je schrap en ga er tegenaan. Hey, mazzel. Ja, u ook een fijne avond. Oh ja. En voor mij, de groet aan je zus. Oude stiekemoed. Zal het doen. Hey, vuile. Vuile. Ah. Ja. Als jij niet meer lust, mag ik dan? Die zwek stemt toe. Ik vind je leuk. Ik vind jou meer dan leuk. Ga je naar het gala met mij mee? Is die Corine dan nog bij? Die lozen we. I'm all yours. Mag ik je nou plaats? Nah, dat is veel te veel man voor jouw lijfje. De rekening graag. Nou, Corine, je hebt wel succes van je werk. Ja, iets te. Ik heb de man per uur ingehuurd en ik ben bang dat hij gaat overwerken. Nou ja, als Tess daarna maar gezuiverd wordt, is het me dat alleszins waard. Ja, want zonder Tess geen Corine, hè, Corine? Ik zie dat anders, Rico. Zonder Corine geen Tess. Al met al nog geen fotograaf gezien. Maar goed, met het gala ziet het er zwart van. Nee, laat maar zitten. Kom jongens, we gaan op naar het gala. Gaan jullie maar vast vooruit. Zeg tot ziens. Dag. Dag, Bert. Is het geen stuk? Ja. Zag je die flits? Je rijdt er weer in te hard. Oh. Ja, je staat erin, Tess. Nieuwe liefde, Tess Witteveen, lees gauw verder op bladzijde 5. En of hij lief is. Ik ben je zo dankbaar, Corine. Zie je wel dat het gewerkt heeft. Vertrouw op Corine en het komt goed. Hebbes met foto. Presentatrice Tess Witteveen op galabal met haar nieuwe liefde. Wat zei ik je? Met ex-crimineel en pornoster Bert Weer, bijgenaamd Bertje Boemboem.